Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het vertrek van niet noodzakelijke werknemers uit Irak bevolen. Het besluit komt te midden van de toenemende spanningen tussen de VS en Irans buurland, Irak. Medewerkers van de ambassade in Bagdad en het consulaat in Erbil moeten zo snel mogelijk met commercieel vervoer vertrekken. Duitsland heeft inmiddels zijn training van soldaten in Irak opgeschort. Het Amerikaanse leger zei dinsdag dat het dreigingsniveau in het Midden-Oosten was verhoogd als reactie op inlichtingen over door Iran gesteunde troepen in de regio. Het was in tegenspraak met een Britse generaal die had gezegd dat er geen verhoogde dreiging was. Chris Gica, plaatsvervangend commandant van de mondiale coalitie tegen de Islamitische Staatsgroep, vertelde verslaggevers dat maatregelen ter bescherming van Amerikaanse troepen en hun bondgenoten tegen door Iran gesteunde milities in Irak en Syrië volledig bevredigend waren. We zijn ons bewust van hun aanwezigheid en we volgen ze samen met een hele reeks anderen omdat dat de omgeving is waarin we ons bevinden, voegde hij eraan toe. Maar een woordvoerder van het centrale commando van het Amerikaanse leger betwiste later de opmerkingen van generaal Gica. En zei dat ze, haaks stonden, op de geloofwaardige bedreigingen geïdentificeerd door Amerikaanse en geallieerde inlichtingendiensten, centrale commando. In coördinatie met Operation Inherent Resolve, OIR, van de mondiale coalitie, had het krachtniveau voor alle dienstleden die aan OIR zijn toegewezen in Irak en Syrië, verhoogd. Zei kapitein Bill Urban in een verklaring, het gevolg is dat OIR nu zeer alert is. Omdat we de geloofwaardige en mogelijk imminente dreigingen voor de Amerikaanse troepen in Irak op de voet blijven volgen, voegde hij eraan toe. Het ministerie van Defensie zei woensdag dat het Duitse leger zijn trainingsprogramma's in Irak had opgeschort. Een woordvoerder zei dat er over het algemeen verhoogde alertheid was voor de 160 troepen die betrokken waren bij de operatie. Eerder citeerde persbureau Reuters de Iraakse veiligheidsbronnen door te zeggen dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, tijdens een bezoek aan Irak eerder deze maand aan de Iraakse commandanten had verteld dat de inlichtingendienst had doorgegeven dat door Iran gesteunde paramilitaire strijders raketten nabij bases voor Amerikaanse troepen positioneerden. De boodschap van de Amerikanen was duidelijk, ze wilden garanties dat Irak een einde zou maken aan die groepen die Amerikaanse belangen bedreigen, aldus een van de bronnen. Ze zeiden dat als de VS zou worden aangevallen op Iraakse bodem, het actie zou ondernemen om zichzelf te verdedigen zonder af te stemmen met Bagdad, de eerste minister van Irak, Adel Abdul Mahdi. Zei dinsdag dat zijn veiligheidstroepen geen bewegingen hebben waargenomen die een bedreiging vormen voor een partij, paramilitaire groepen, getraind, bewapend en geadviseerd door Iran. Hebben een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen IS in Irak, ze werden vorig jaar formeel ingelijfd bij de Iraakse veiligheidstroepen, maar blijven semi-onafhankelijk opereren. Woordvoerders van twee van de groepen vertelden Reuters dat het gepraat over bedreigingen voor Amerikaanse troepen, psychologische oorlogvoering, was door Washington. De VS heeft geen diplomatieke vertegenwoordiging in Iran, de Zwitserse ambassade vertegenwoordigt Amerikaanse belangen in het land. Dinsdag werd ook gemeld dat Amerikaanse onderzoekers dachten dat Iran of de ondersteunde groeperingen explosieven hadden gebruikt om vier tankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten op zondag te beschadigen. Grote gaten werden gevonden in de scheepsrompen van de tankers, maar er is geen bewijs vrijgegeven dat een link naar Iran toont. Eerder deze maand stuurde de VS een vliegdekschip en B-52 bommenwerpers naar de Golfregio. Er waren herhaalde waarschuwingen van Washington die de militaire opbouw rechtvaardigen.
gebaseerd op wat Pompeo beschreef als een escalatie in activiteiten door Iran. Het kwam nadat de VS vrijstellingen van sancties voor importeurs van Iraanse olie beëindigde. President Donald Trump heeft de sancties vorig jaar weer hersteld nadat hij afstand had gedaan van een belangrijke nucleaire deal tussen Iran en 6 wereldmachten. Iran heeft gezworen om de maatregelen te overwinnen, maar zijn economie verschuift naar een diepe recessie en de waarde van zijn valuta is sterk gedaald.